Alles oké? Ja, ça va wel. Zo heeft ons alles verteld. Ja, behalve of je oké bent en nog een heleboel andere details. Eigenlijk weten we niks. Ja, behalve dat je bent weggelopen en dat Milan nu overtuigde om je ouders toch nog een kans te geven. We wou gewoon weten of je oké bent. Ja, hoe reageert je ouders? Ja, beter dan ik dacht eigenlijk. Zo? Ja, het is eigenlijk echt onrust. Mama die boeide zich nog wel snel op, maar papa, ik had eindelijk het gevoel dat ik echt oprecht met hem kon praten over hoe ik me echt voel. Dat is gewoon, ja, het is toch wel een begin. En het ongeluk? Ja, dat had ik eerder moeten zeggen. Ik weet niet. Ah, nee. Dat is echt gewoon typische ouderopvoedingspraat. Ik garandeer u, op eender welk moment dat hij kwaad geweest. Zelfs al had je het op voorhand aangekondigd. Ik weet niet, want ze willen wel mee naar de bank om dat geld af te halen. En ik heb mijn smartphone terug. Oeh. Ja, dus ik denk wel dat ze het menen. Ik heb gezegd, hè. Mijn shocktactiek werkt. Hé, maar dan kun je mee naar de Ardennen volgende week. En dat is ook de ultieme test om erachter te komen of je aardig het menen. Had je mee mogen op een weekend vol drank, drugs en seks? Ik weet niet of dat iets voor mij is. Nee, dat is gewoon vooral veel fun. Chanozel doen, weerwolven spelen, wat drinken. Maar gaan we je aardig niet weten? Klinkt al beter. Dus je gaat mee? Ik moet er nog eens over nadenken. Oh, dat gaat echt keileuk worden. Ja, dat moet je niet missen. You draw me like a magnet. I try seeing a